Brian Donk start op de bank. Hij woonde de begrafenis van zijn oma bij in Amsterdam en kwam pas een kwartier voor de wedstrijd aan in Luik. Na 3 minuten komt club al bijna op voorsprong, maar het doelpunt van Akpala wordt afgekeurd voor buitenspel. Het is op het randje, maar het blijft 0-0. Ook aan de overkant wordt gefloten voor buitenspel. Onterecht, zo blijkt. En nog een betwistbare fase. Figueras tikt Kakpé aan in strafschopgebied. Gewoon doorspelen, zegt scheidsrechter Wouters. Net voor de rust krijgt club een paar grote kansen. Bolat houdt Vasquez van de 0-1. Vlak na de rust een prima kans voor Kakpé, maar ook Jurkasevic redt. Even later gaat González neer in strafschopgebied. Nu geeft Wouters wel een penalty voor trekken van Heugli. Mémé Tchité met de kans op de 1-0. Tchité, rustig. 1-0, Standaard. Standaard op voorsprong. Tijd voor club om de knopjes om te draaien. Een kwartier voor afluiten brengt Brian Donk op eigen verzoek in de wedstrijd. Donk zwaar met de gelijkmaker. Hoe is het mogelijk? Brian Donk. In de blessuretijd bezorgt uitgerekend Ryan Donk zijn ploeg een belangrijk punt. Ook Christophe Daum was onder de indruk van de mentale kracht van zijn verdediger. I'm very happy that Ryan was coming from the funeral back. That shows his character at this day to come in such a difficult game as Ryan Donk did today. Oh, I can only say I have a big respect to such a personality.